En dan zitten we zover. De as is verwijderd en nu is het moment gekomen om terug naar de motorruimte te gaan. In de motorruimte zullen we dus de waterdichting verwijderen. In mijn geval die Volvo Seal. En een kleine tip, hou deze ook als reserve aan boord. Je weet maar nooit, je kan die soms dringend nodig hebben. Dan gaan we terug naar de buitenzijde en achteraan zit natuurlijk nog de schroefaslager in de askoker. Je kan die eventueel proberen met een binnentrekker, maar mijn ervaring is dat die lager zo vast zal zitten dat het weinig nut heeft. We halen er onmiddellijk een reprozaag bij. En met die reprozaag zullen we een aantal kleine inkepingen maken in uw schroefaslager. We gaan uiteraard zorgen dat we de koker zo weinig mogelijk beschadigen, want dat is niet de bedoeling. Is die een klein beetje beschadigd, dan is dat op zich ook nog zo erg niet, zolang dat je die schroefdraad maar niet raakt. Eenmaal dat je een paar inkepingen hebt gemaakt, zal je mogelijk dus het stukje waarin dat de inkepingen zitten er kunnen uitbeitelen of uitslaan. En dan zal vrij gemakkelijk die schroefaslager eruit komen. Is die lager eenmaal verwijderd, dan kleef je een beetje schuurpapier rond een buis. En dan is het moment gekomen om de binnenzijde van uw koker even te gaan reinigen met schuurpapier. Waardoor dat alles er weer netjes uitziet. Intussen heb je allang de nieuwe schroefaslager in een diepvries gelegd. En dat leg ik u later uit waarom. Nu gaan we naar de binnenzijde terug, naar de motorruimte. En we trekken een stuk touw door de koker naar buiten. Eenmaal dat die touw buiten aan de schroefzijde uit uw koker is gekomen, dan binden we binnenin een stuk vod aan dit touw. En we trekken die vod doorheen de koker. We willen natuurlijk niet dat er nog spanen of metaalresten achteraf in onze waterkering of in de nieuwe schroefaslager zouden terechtkomen. En dan zijn we nu zover dat dus uw volledige schroefaskoker vrij is, ook gereinigd is en we zijn klaar voor terug een wederopbouw van ons schroefsysteem. Zo, hebben we weer wat bijgeleerd? Fantastisch. Dan vraag ik u, druk even op de subscribe-button. En natuurlijk, je mag je ook onderaan wat leuke commentaar nalaten. Alvast bedankt.